dat ze zich even hier, hier laat zien. Mooie promotie voor het hart. Zo dadelijk speelt op veld aan de eerste pingels vandaag gewijzigd in Koele Boys van de Luijen. Dus op veld aan de kerstpeng. Goed. Goed, kijkers van de Omroep Drimbelen. We staan hier in de sporthal bij het kersthandbaltoernooi van HVM. En bij mij staat een oud speler hier van het kersthandbaltoernooi. Toen ze een jaar of 7, 8 was, speelde ze hier in deze sporthal tijdens het kersthandbaltoernooi. Lois van Vliet, en niet Lois, moest ik er even bij zeggen. Speelster van het Nederlands handbalteam. En... ja, afgelopen week heeft ze meegedaan aan het wereldkampioenschap in de Scandinavische landen. Lois, hoe is het om hier terug te zijn? Ja, het is heel leuk om weer terug te zijn. Ik moest wel eerst heel erg even landen voordat ik weer een beetje het een plekje had gegeven. En om nu hier met al deze kinderen te zijn is echt wel leuk om te zien hoe zij hier gaan handballen en ik hoop dat ze dan ook verder gaan in deze sport natuurlijk, want het is wel de leukste sport die er is. Waarom is dit de leukste sport die er is? Het is heel gevarieerd en het is een teamsport en dat, ja, teamsport is altijd leuk met andere mensen, dat je niet in je eentje hoeft te doen. En ja, het is heel gevarieerd, je mag zowel aanvallen als verdedigen en ja, je doet het samen en dat is heel leuk. Zie jij hier op het toernooi ook nog talenten rondlopen? Ik zie heel veel talenten rondlopen, ja. En ik zie al dat ze de regels van handbal heel goed toepassen. Dus ja, als ze hiermee verder gaan, dan zie ik wel een toekomst. Denk je dat deze kinderen ook de winnaarsmentaliteit hebben die jij hebt? Want jij bent de enige, kijkers van Omroep Drimmelen, jij bent de enige eredivisie-speler op dit moment die in het team, het Nederlands handbalteam, speelt. En hoe komt dat? Omdat je hier in Maden gespeeld hebt? Ja, hier is wel de basis gelegd natuurlijk bij HVM. En door heel hard te trainen, heel hard te werken en ook heel veel ervoor op te geven, heb je misschien een kans om het, om het te halen. Ja. Om het te halen. Ja, deze kinderen kijken op tegen jou, maar ze lachen al naar jou. Ja, de sterretjes zijn er al. Met andere woorden, denk je dat dit toernooi geslaagd is hier? Ja, zeker. Ik ben benieuwd wie er zo meteen als winnaar uitkomt, maar dat gaan we zien. Goed, bedankt. Ook gelijk met die. En hoe is het nu gegaan?
Houd hem maar even vast. Niet zo goed. Ja. Ja, weer. Wat is jullie naam? De Sterren. En vonden jullie het wel leuk? Ja. Ja. Ondanks dat jullie verloren. En wat ging er goed? Wat ging er goed? Overspelen. Overspelen. Plezier maken. Plezier maken. Ja. En heb je wel nog een goal gezet? Ja. Ja, goed zo. Allemaal? Ja. Ja, dank u wel. Ja. Goed. Hebben jullie ook gewonnen? Ja, ik denk het wel. Twee keer volgens mij. Huh? Net hadden we 2-6. Ja, volgens mij eerste ronde 6-0 en tweede ronde 11-5. Nee, 11-3. 11-3. 11-3. En deze ronde 2-6. 2-6. Zitten jullie op de handbal? Nee. Maar vinden jullie dat leuk? Ja. Goed zo. Dan gaan jullie straks ook nog naar de aanval. Ja. Ja, ik denk het wel. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Hoe is het gegaan, jongens? Goed. Goed. Hebben we gewonnen? Ja. Dik gewonnen? Ja, 5-0. En jullie zijn van de school van de Lage Weide? Ja, ja, de beste school. En hebben jullie een speciaal naam? De Vlaamse Kennisschool. En hebben jullie heel veel zonnen? Ja. 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 En wat willen jullie meer vertellen? Nou, het was een hele goede wedstrijd, speelden goed samen. En, Ik zag dat jullie heel goed alles speelden. Het ging heel goed. Ja. 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 Nee. Dat ging heel goed. Ja, zeker. Ja. Dat is goed gedaan. Ja. Hey, dank. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. En tegen wie moeten jullie direct nog spelen? Tegen de elfjes. Heen. Tegen de elfjes van de lage elfjes. En hebben we vanmorgen ook al gespeeld? Ja. 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 En hebben we toen gewonnen? Eentje maar. Eentje maar. We hebben de 3 wedstrijden gespeeld, maar 2 verloren. Dat was ongeluk. 2 verloren? Ja. En vinden jullie het nog steeds leuk? Ja. Dat ja. Wel. Ja. Jullie zijn van één groepje. Ja, ja, wij zijn de Dendine. En ja. Hebben jullie elkaar uitgekozen? Ja. Hoe komen jullie aan de naam? Bij ons op school zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Toen ja, zijn we bij deze uitgekomen. Ja. We zijn met deze naam uitgekomen. Ja. Oh, dat is heel leuk. Ja. Dat is heel goed. Ja. Nou, dankjewel. Ja.